Deze OMOOC staat in het teken van hoe overheden en start-ups samen te werk gaan om oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Voor deze samenwerking is het Startup in Residence programma ontwikkeld, waarin start-ups ondersteund worden in het realiseren van hun plannen. In dit eerste inzicht wordt uitgelicht waarom het Startup in Residence programma is opgericht, wat het inhoudt en wat de doelen zijn. Ook kijken we naar de complexe ambities die het programma met zich meebrengt. Je ziet dat maatschappelijke uitdagingen eigenlijk steeds complexer worden. Spelen heel veel stakeholders mee. En daarom zijn we ook op zoek naar creatievere oplossingen. Waarbij we als overheid ook niet alleen de oplossing hebben, maar daar graag een heel ecosysteem bij betrekken. Ons Startup in Residence programma heeft eigenlijk drie doelen. Het eerste is innovatieve oplossingen aandragen voor maatschappelijke problemen. En we zijn daarbij echt op zoek naar creatieve oplossingen. Dus vanuit een andere invalshoek dan waar wij mee zouden komen. Het tweede doel is dat we de overheid ook echt toegankelijker willen maken voor start-ups. En dat begint eigenlijk al met waar we onze aanbesteding publiceren. Wij publiceren onze aanbesteding niet alleen op Tendernet, maar ook waar start-ups echt zijn. En daarnaast versimpelen we ook onze aanbestedingsprocedure. Het derde doel is om ambtenaren mee te nemen in die Startup Way of Working. Je moet zelf ook een beetje als een start-up gaan werken. We proberen dan ook echt om bijvoorbeeld dat kortcyclische werken wat start-ups doen, heel vaak valideren, hè, toetsen, werkt het echt in de samenleving, doet het iets. Om dat ook echt bij te brengen bij onze ambtenaren. Startup in Residence is geïnspireerd op hoe San Francisco, de stad, samenwerkte met ondernemers zo'n 6 jaar geleden. Zij wilden zoveel mogelijk entrepreneurs binnenhalen om samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken. Vervolgens zijn we gaan kijken hoe kunnen wij als stad samenwerken met start-ups om onze maatschappelijke doelstellingen te halen. En zo is Startup in Residence ontstaan. Startup in Residence is een inkoopprogramma, maar ook een incubatieprogramma waarbij overheid en start-ups samen toewerken naar een hele goede oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Waarbij ze constant testen, valideren en aanpassen. Het testen en het aanpassen is ontzettend belangrijk omdat je uiteindelijk toe wil werken naar een oplossing die perfect past bij het vraagstuk wat is gesteld. We stellen altijd een open vraag aan de markt en daardoor proberen we ook innovatie in de markt te stimuleren. Een voorbeeld van een vraagstuk kan zijn hoe kunnen we mensen motiveren om meer afval te scheiden. De doelstellingen van het programma toen we het opzetten was echt om het start-up ecosysteem een boost te geven. En tegelijkertijd ons inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente toegankelijker te maken voor kleine partijen. Om een goed programma te draaien is het nodig dat er commitment is op de vraagstukken die je stelt aan de start-up markt. En dit is niet een korte commitment, maar echt een commitment om op lange termijn een samenwerking aan te gaan met de start-up. In de toekomst hopen we natuurlijk dat heel veel mensen op zo'n manier met de markt willen samenwerken. En daarnaast dat we het inkoop- en aanbestedingsbeleid toegankelijker kunnen blijven maken voor de kleinere partijen. Kenmerkend in aanpak is dat wij de samenwerking met start-ups normaal willen laten zijn. Niet bijzonder, dus niet bijzonder erbovenop, maar gewoon in de reguliere werkprocessen opnemen en ervoor zorgen dat het werken met start-ups als normaal wordt gezien in onze werkprocessen. Nou, wat heel belangrijk is dat je voordat je begint met het scouten van de goede start-ups, dat je ervoor zorgt dat je heel goed weet wat je vraag eigenlijk is. Ik denk dat wij de start-ups de gelegenheid moeten bieden het hoe aan te reiken en wij moeten ons bepalen tot het waarom. We zijn nu in het begin van onze nieuwe organiseerfenomeen, dat heet JNV Hub. En Hub, dat bedoelen wij als een rotonde, als een schakelpunt waarin wij vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Dus we willen meerdere keren per jaar gaan starten. We willen grotere trajecten neerzetten, kleinere trajecten, andere challenges gaan uitvoeren. We hebben met Startup in Residence programma's heel erg veel geleerd. Het is een fantastisch instrument. Het leidt tot nieuwe inzichten, het leidt tot nieuwe werkprocessen, het leidt tot nieuwe kijkwijzen. Dat in zichzelf is alleen heel veel winst. Werk met start-ups leidt ook tot sponsorships in de organisatie. Tot draagvlak in de organisatie om anders te werken. En daarmee is anders werken ook een organisatieontwikkelingsproces geworden. En wat ik heel erg belangrijk vind, je begint niet bij nul, hè. Je begint met wat er al is. En dat wat er al is, hebben wij denk ik allemaal heel veel te danken aan de gemeente Amsterdam. Die heel veel tools, formats, procedures, lessons learned aan ons heeft ter beschikking gesteld. Zodat wij een vliegende start konden maken. Wij zijn met het Startup in Residence programma begonnen omdat het voor ons heel erg waardevol is. We zoeken met name innovaties voor onze challenges in onze stad. En we dachten we kunnen wel de normale gang van zaken, dus normale aanbestedingen uitzetten. Maar dan krijg je toch wel meestal de usual suspects. Dus we hebben besloten, nee, laten we het op een innovatieve manier aanpakken. Laten we nou specifiek start-ups en kleine innovatieve MKB'ers vragen. En dat zijn kleine bedrijven, zijn flexibel. Ze hebben natuurlijk ook een hele interessante manier van werken. Veel meer via de design thinking precies.
ontwikkelen, de Lean Startup. Laten we de start-up en een overheid samen rond onze uitdaging werken. En dan hebben wij het idee dat we misschien op innovatievere oplossingen komen. Een mooie samenwerking is met de start-up Envision. We hebben een groot aantal uitkeringsgerechtigden in deze stad. En wij hadden gevraagd aan start-ups van nou, kom nou met oplossing, met technologie die ons kan helpen om deze groep aan een baan te helpen. Zij hebben software en hardware ontworpen om vooral slechtzienden te helpen in deze maatschappij. Ja, er zitten natuurlijk een aantal uitdagingen aan het programma. Na de pilot heb je toch te maken met je eigen organisatie. Dan moet je een contract ondertekenen, je moet met je andere stakeholders daarbij betrekken. En dan wordt het lastig. Dan moet je echt wel als organisatie sterk in je schoenen staan om tot een vervolg te komen. Als je met het Startup Residence programma begint, zorg dat je ook echt betrokkenheid vanuit de hele organisatie hebt. Dat betekent dat je veel tijd in de co-creatie met de start-up steekt, maar ook dat je geld vindt in de organisatie voor het vervolgfase. Zorg daarvoor en dan komt het goed, want eigenlijk de start-up heeft vooral jou nodig om die oplossing te promoten binnen de organisatie. Dus jij kan vooral een verschil maken.